Goedendag, mijn naam is Aart. Hier kreeg 3 de macht 5 kwadraat min 9 de macht x plus 2 is 0, wat de som van oplossingen hier mogelijk waren. Eerst gaan we de andere kant brengen. Dan krijg je 3 tot de macht 5 kwadraat moet gelijk zijn aan 9 de macht x plus 2. Nu 9 is gelijk aan 3 kwadraat. Dan kun je dat vervangen door 3 tot de macht 2 maal x plus 2. Dan krijg je aan beide kanten 3 als grondgetal. Dat betekent dat de exponenten gelijk zijn. Dat betekent 5 kwadraat moet gelijk zijn aan, en dit wordt 2x plus 4. Dus 2x plus 4. Dit is gewoon uitwerken. Breng een andere ene kant, krijg je 5 kwadraat min 2x plus min 4 is 0. Nu je weet de som van oplossingen, als ax kwadraat plus bx plus c een vergelijking is, tweede graadvergelijking, dan de som van oplossingen, dus x1 plus x2 is dan uw min b gedeeld door a. Dus min, hier zal het dus zijn. Uw b is min 2, krijg je min min 2, hier dit, min 2 gedeeld door 5. Dus min min 2 is 2 vijfde. Dus hier, let op, min min 2, dan krijg je antwoord 2 vijfde. Antwoord D, 2 vijfde. Dankjewel, bye bye. Ik maak me heel plezier video's voor jullie, maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kun je een beetje geld storten voor mij geld. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geef actie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dankjewel, ik wil helpen. Dankjewel, bye bye. Dank nog wel.